Hallo, welkom bij Illic Health, de plek voor al je natural, herbal en detox producten. Ik ben Tanja en vandaag gaan we samen iets bijzonders doen. We gaan samen CMOS gel maken, maar wat gaan we met die CMOS gel doen? We gaan daarna, als we de gel gemaakt hebben, gaan we CMOS pannenkoeken maken. CMOS pannenkoeken met CMOS gel. Van Illic Health. Ik neem jullie mee in het proces. Deze pannenkoeken zijn voor eigen gebruik. Dus dan weet je dat ik niet met mijn handschoenen werk terwijl ik deze CMOS ga prepareren. Als ik voor jullie je orders klaarmaak, is dat natuurlijk altijd met alle bescherming. Mijn haar is weggewerkt. Mijn handschoenen zijn aan. Ik heb mijn mondkapje op om te zorgen dat we zo veilig en zo netjes mogelijk jullie producten bij jullie thuis leveren. Maar vandaag doen we het allemaal gloves off, want het is voor jullie informatie, een leuk tutorial, zodat jullie samen met mij wat extra ideeën hebben met hoe en wat je met de CMOS kan doen nadat je het bij ons besteld hebt. Onze CMOS gel is natuurlijk verkrijgbaar op www.illichealth.com onder de categorie Whole Food en onder de categorie CMOS. We gaan beginnen met het schoonmaken van onze CMOS. Ik heb hem al de afgelopen nacht in de koelkast gehad. Ik wilde dit videootje gisteren opnemen, maar het werd een beetje druk. Dus ik had er geen tijd meer voor en ik heb besloten het vandaag te maken. Dus mijn CMOS heeft iets langer in de koelkast gestaan als wat normaal nodig is. Dus de CMOS, de twee types welke we hebben, de ene heeft wat langer nodig en de andere heeft iets minder nodig qua tijd om weer te rehydrateren. Maar ik heb de CMOS gebruikt van Embrace Pangea, omdat ik wist dat ik niet al te veel tijd zou hebben om dit filmpje te maken. Gisteren verwachtte ik al, deze CMOS kan je ook maximaal tot 24 uur. Maximaal kan je hem laten weken. Dus daarom heb ik voor deze gekozen bij dit filmpje. Maar zoals jullie weten bieden we nog een andere CMOS aan vanuit Vietnam. Dat heel snel werkt als je on the go vanochtend besluit dat je zin hebt in pannenkoeken. En je wilt CMOS pannenkoeken hebben. Dan moet je gewoon onze CMOS gel hebben. Welke we op de website te vinden hebben. Jongens, we gaan nu beginnen met het schoonmaken van onze CMOS gel. Let's go. Die kant op. Onze CMOS is schoon. Nu gaan we verder om hem klaar te maken tot gel. Pak een blender, pak wat water en let's go. Daar gaan we. In de blender komt onze CMOS, welke we zojuist schoongemaakt hebben. Deze heeft een nachtje geweekt, maar hij kan tussen de 6 en de 12 uur weken. Daarna ziet hij er al zo prachtig uit. Even een close-up van hoe mooi die erbij staat. Wow. Moet je al die vertakkingen zien. Prachtig product is dit. Prachtig zeeproduct. Deze plaatsen we in de blender. Altijd je CMOS schoonmaken nadat je hem hebt geweekt. Voordat je hem hebt geweekt heeft het niet zoveel zin, want dan kom je niet echt bij de viezigheid. Met bronwater, ik plaats meestal niet al te veel, want je kan water altijd nooit verwijderen. Altijd alleen maar toevoegen. Hiermee gaan we beginnen. Tijd om te blenderen. Deksel erop en aan. We gaan hem even testen. Testen of die
dik genoeg is. Ik hou niet van hele dikke gelachtige. Ik hou ervan als hij een beetje zo druppelt. Als je hem in de koelkast plaatst, dan wordt hij wat dikker. Dus hij wordt iets dikker als dit. Maar ik ben blij met hoe die erbij staat. Het is tijd om pannenkoeken te maken. Want daar ging het om. Lekkere American pancakes met Seymour's. Zoals jullie zien gaat dit de koelkast in. Deze is voor de rest van de week. Voor mijn smoothies, voor mijn soepjes, voor mijn thee. Overal waar ik lekker trek in heb om Seymour's in te plaatsen. Alle mogelijkheden. Daar gaat deze de komende week voor gebruikt worden. En dit beetje wat over is. Daar gaan we nu pannenkoeken mee maken. Let's go! Tijd voor pancakes. Nu de ingrediënten voor onze pannenkoeken. Pak je notebook erbij, want je gaat moeten schrijven. We beginnen met een kom. Daar gaan we alles in mengen. Ik ben heel makkelijk en heel minimalistisch. Dat betekent dat ik geen zin heb om twee bakjes te gebruiken om een product te maken wat allemaal uiteindelijk toch in één bak terechtkomt. Dus ik ben heel simpel. Ik gebruik altijd gewoon één kom. Daar komt alles in één. Ik roer het en ik bak het en klaar. Wat gebruik ik? Deze even wat achteren. Ik gebruik glutenvrij zelfrijzende bakmeel. Omdat mijn zoon glutenallergie heeft, celiakie. Vandaar dat ons huishouden glutenvrij is. Die gaat erin. Eenmaal. Ik heb nodig wat bakpoeder. Niet alleen heeft mijn zoon celiakie en eten wij glutenvrij. Maar we zijn ook nog eens een keertje vegetarisch. Geen veganisten, vegetarisch. Waardoor er ook nog een eitje in gaat. Het eitje is natuurlijk alles behalve veganistisch. Ik heb zojuist wat bakpoeder erin geplaatst. Een klein beetje zout. Ik plaats erin een beetje avocadoolie. Ja, de afmetingen moet je me niet naar vragen. Het is altijd gewoon een beetje vrije handwerk. Ik hou ervan om in onze pannenkoeken wat kaneel te plaatsen. Dus dat gaat er ook gewoon in. Ja, 2 scheutjes, 3 scheutjes. Kaneel is heerlijk. Er gaat wat vanille in. Ook gewoon om... Volgens mij heb ik nog een open pakje. Maar dat maakt niet uit. 1. Oeps. Die zit er nu in. Er gaat een eitje in. Wat almondmelk. En ook dit is... Hij moet niet te dik, niet te slap zijn. Onze Nederlandse pannenkoeken die zijn altijd een stukje slapper als de Amerikaanse pannenkoeken. Dat wil ik dit keer niet hebben, dus ik doe niet al te veel melk erin. Onze Seymour's gel, welke we net geprepareerd hebben, daar doe ik 1, 2, 3, 4, 5 lepels van in. En dan gaan we mixen. Last but not least, nadat ik een klein beetje gemixt heb, plaats ik een beetje rietsuiker. Rietsuiker is het, hè? Raw sugarcane. Ja, sugarcane is suikerriet. Suikerriet, suiker erbij. Klein beetje. En ik ga weer verder mixen. Hij is nog een beetje te dik, dus ik plaats nog een klein beetje almondmelk erbij. Klein beetje.
Oeps, we knoeien. Dat is niet erg, dat hoort erbij. En dit is de dikte die ik wil hebben voor mijn pannenkoeken. Tijd om te bakken. Mousbeslag is gereed. Ik heb hem een paar minuten laten staan. Tijd om te bakken. Ik gebruik een klein beetje olie. De eerste keer en daarna niet meer. Let's go! Vuur aan, niet al te hoog. Beetje medium high. En dan een klein beetje boter. In de pan. Hebben jullie er zo'n zin in? Ik wil nog even met jullie praten terwijl de olie aan het verhitten is over hoe goed Semos is. Alle voedingswaarden die erin zitten kunnen jullie vinden op onze website. Bij elk Semos product wat wij hebben, hebben wij de voedingswaarden erbij geschreven. Alle vitamines, alle dagelijkse hoeveelheden, welke je nodig hebt, wat er allemaal in zit. Vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Er zijn zoveel mineralen in, kalium, calcium. Jongens, het is gewoon ongelooflijk hoe goed dit product is. Vandaar dat ik hem ook overal voor gebruik. Daar gaan we, onze eerste Semos pannenkoek. Het beslag is nog een klein beetje dik. Ik ga een klein beetje melk eraan toevoegen. Kom eens dichterbij kijken. Die ziet er heerlijk uit. Ik ga even bakken. Ik ga jullie niet bezighouden terwijl ik alle pannenkoeken bak. Maar ik laat zo de eerste zien als die klaar is. En daar is die. Moet je eens kijken hoe dik die is. Oeh, lekker. Tijd voor meer. Eten terwijl je aan het bakken bent. Heerlijk. Semos pannenkoeken. Semos Amerikaanse pannenkoeken. Zo lekker. Tijd om verder te bakken. En zo simpel is het om Semos American pancakes te maken. Ik doe er wat poedersuiker boven. En een paar banaantjes erbij. En heren en dames, ik zou zeggen geniet ervan. Like, share en comment. Stuur alsjeblieft een foto als je het zelf gemaakt hebt. Dat vind ik hartstikke leuk. Tag ons in dat bericht, zodat we weten dat jullie ons recept gevolgd hebben. En haal natuurlijk je Semos gel. Verkrijgbaar, zoals jullie hierboven kunnen lezen, op www.eliekheld.com. Onder de categorie Semos of onder de categorie Whole Food. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Dat ga ik zeker doen. Ik neem samen de eerste hap met jullie. Alhoewel ik net natuurlijk tijdens het bakken eentje geproefd heb. En ik moet zeggen, het is heerlijk. Here we go. Wauw. 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 Tot de volgende keer. I love you. Bye bye now.